Ja, op de achtergrond horen we bloed, zweet en tranen van André Haas. Dus dat was ook zo'n wedstrijd. Ja, het was, ik denk dat allebei teams alles hebben gegeven. En wij daarin de voordeel hebben gehad met een natuurlijke goalverschil winnen. En als je kijkt naar de kansenverhouding, dan vond ik ons vandaag de terechte winnaar. Ja, dat vind ik ook. Het werd een tactisch steekspel waarbij jullie het in fases moeilijk hadden. Ja, we hadden zeker in fases heel erg moeilijk. Ook met de time-out, ook in de rust. Gaf de trainer duidelijk aan, weet je, gewoon rust. Dus geen stress. Gewoon de dingen doen die we van tevoren hebben afgesproken. En, maar er waren wel fases dat we even niet wisten. Tenminste, we hadden het best lastig op fases. Maar voor de rest hebben we geknokt. En uiteindelijk zie je dat je gewoon 4-3 wint. Het was ook een beetje een prestigeduel natuurlijk. Hè? Want ja, zowel Hovenkube uit Horen als het Amsterdamse knooppunt zetten toch een beetje de toon in de competitie. Ja, natuurlijk, weet je, het is wel nummer 1 tegen 2. Dus... En ja, het zijn altijd mooie wedstrijden tegen knooppunt. Dus het was zeker een mooie wedstrijd, ik denk, voor de neutrale supporter. Ja, en dan begin maart op herhaling, dan halve finale beker ook weer tegen hun. Ja, dat is weer hier in Amsterdam. Dus het belooft weer een mooie wedstrijd te zijn, denk ik.